wait a second. Ik zie hier gewoon David zijn hoofd. En ik zie hier Roger zijn hoofd. Samen op deze boot. De eerste gesprekken over de F5 zijn toch wel een succes geweest wat dat betreft. Ik bedoel, David heeft zoiets van, nou ja, weet je, de F5 terugbrengen. Waarom niet? Hij heeft er volgens mij ook wel behoefte aan om toch een beetje backup te krijgen vanuit toch een soort van hechte vriendengroep, oftewel een gang. Dylan daarentegen, de staat er op zich ook wel voor open om dan toch te doen. En natuurlijk is hij een beetje sceptisch over het feit met, ja, David heeft hem natuurlijk in Cortana mogen gooien, alles erop en eraan. Maar hij ziet volgens mij ook wel in dat David op dit moment, ja, natuurlijk ook niet meer zo'n lievelingetje is van de staat, om zomaar te zeggen. Dus die vertrouwt het op zich ook wel. En natuurlijk, Dylan is dan wel een nieuw soort F5-lid, want die heeft natuurlijk nooit bij de oude F5 gezeten. Maar goed, als ik terugdenk aan de tijd van de F5, dat wij natuurlijk echt machtig waren. En we hadden natuurlijk een minister-president in ons midden. En een minister van Financiën. En we hadden natuurlijk dan nog David erbij als burgemeester. En weet ik wat allemaal. Natuurlijk Roger toen al wel als crimineel. We hadden natuurlijk ook nog, Colin of Adderverdu erbij. En ja, dat was toen de man die een automonteur was. En als ik eerlijk ben, die heeft ook natuurlijk niet heel erg veel meegedragen aan de F5. Dus wat dat betreft, ik denk dat Dylan wel een soort van goede vervanging is in dat geval. Ik denk niet dat wij vaker of nog zover kunnen krijgen om nu een keer met criminelen in zee te kunnen gaan. Dus dat hoofdstuk sluit ik bijna 100% uit om daar überhaupt een gesprek mee aan te gaan knopen. Maar we hebben natuurlijk nog het gevalletje Rotjoch. En ik heb daar eigenlijk totaal geen zin in om achteraan te gaan. Maar kijk, ik heb natuurlijk de afgelopen dagen al wat informatie hier en daar gewonnen. Nou, dus in dit geval dan bij David. Dan bij Dylan. En ja, voor Dylan is het natuurlijk helemaal nieuw, want hij heeft natuurlijk niet bij de F5 gezeten. Maar hij is natuurlijk wel, wat dat betreft, zijn status laten zien bij mij. En daarom weten mensen ook van, Dylan, die hoort bij Duffy. En op die manier zijn we toch wel een beetje een gewaagd duo. Dus dat is op zich wel goed. Alleen ja, dan dat hele Rotjoch gebeuren. Kijk, het is natuurlijk zo dat Rotjoch is natuurlijk wat dat betreft gewoon, puur Lumius. En ik was natuurlijk, pure RVE en Elias en wat dan ook. En natuurlijk, zolang ik het niet officieel bij Elias heb kunnen melden, om dan te zeggen dat je helemaal weg bent, dat is natuurlijk altijd een beetje raar en moeilijk. En natuurlijk heb ik nog een aantal leden van de RVE erg hoog zitten, waarvan ik zoiets heb van, misschien een extra RVE, of in dat geval dan een ex-RVE-lid in misschien de F5, als je al terug zou gaan komen. Ik zeg daar absoluut geen nee tegen, maar ja, weet je, ik moet eerst een gesprek aangaan wat dat betreft, denk ik, überhaupt met Dylan, hoe hij erin staat. En nou, het is ook nog maar überhaupt de vraag of ik überhaupt in leven blijf wat dat betreft met dat gesprek. Want ja, Elias en Lumius, dat is gewoon, vuur tegen water. Dat gaat gewoon alles behalve samen. Mijn plan is dus nu ook om op dit moment dus naar de boot te gaan van Dylan. In ieder geval, dat is in ieder geval het laatste wat ik van hem weet en heb vernomen, dat hij ergens hier in de haven van de city een enorm grote jacht had. Dat is eigenlijk het enige wat ik voor het laatst van hem heb vernomen. En waar ik zo zeg van, ik zou hier kunnen gaan kijken of hij hier aanwezig is. Ik heb natuurlijk werkelijk waar geen idee, want ik kom hier eigenlijk nog. Eigenlijk had ik hier met gastschipper Dylan naartoe moeten gaan. Hij woont letterlijk in de city. Hij weet hier zo'n beetje de ins en outs. Hij weet hier ook alles te vinden, maar ja, ik heb me besloten om een solo-missie te doen. Overigens is dat misschien niet helemaal maar verstandig, maar goed. Ik wil niet te dichtbij landen, want ik weet dat zijn boot daar is. En ik heb ook expres een rotje hoofd opgedaan in de zin van, als daar iemand zit van zijn handlangers, wat dan ook, dan misschien hebben ze iets van, hey, het is Rotjoch of dit of dat of weet ik voor wat. En dan moet het misschien goed komen. Voor de zekerheid pak ik gewoon mijn gun erbij. Ik heb zoiets van, you never know. Misschien heb ik hem nodig, misschien ook wel niet. Ik moet in dit geval natuurlijk ook mezelf kunnen verdedigen erin. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik moet wel even kijken welke boot ook weer van wie was. Dit is wel. Nee, voor mij hebben ze een grotere boot. Dit is overigens wel een enorme boot al, maar voor mij hebben ze een grotere boot. Is dat hem? Of is die hier ergens? Ik durf de interview ook niet meer te weten hoe en wat allemaal. Ik weet wel dat het voor mij een boot heeft met volgens mij hammerstands meteen erop. En het is echt een enorme jacht. Heeft dit ook een naam? Nee, dit is verder geen naam. Staat daar verder op. Zo is het alleen maar genummerd wat dat betreft. Dit is wel een enorm grote boot. Eigenlijk moet ik zeggen een enorme jacht. Kan dit hem zijn? Nee, volgens mij, dit is allemaal te open en te normaal, om zo maar te zeggen. Te familieachtig. Dit kan volgens mij het niet zijn. Die jacht is sowieso te klein. Dat is hem ook sowieso te klein, want ze hebben echt een enorm ding. Dus ik weet het niet. Of ze hebben natuurlijk verplaatst. Dat zou ook nog kunnen. Ze helemaal zuur zijn. Want dan heb ik helemaal geen moment meer van lead waar ik hem kan vinden natuurlijk. Maar wat hebben we hier nog voor een enorme mast wat hier uitsteekt? Ja, voor mij hebben ze ook geen zeilboot of iets. Nee. Wow.
Wow. Oké. Okay. Misschien hebben we beter bij die boot. Ik wil nog eerst even snel hier deze kant op. Want ik zou daar in de verte ook nog een boot. Wil ik ook nog heel even holy shit beter gaan bekijken. Oké, okay, hier spreek je nou echt gewoon over enorme jachten. Ik denk dat wij zo'n boot hebben gevonden. Maar ik wil nog heel veel... Die kan ik vanaf hier ook niet echt heel veel beter bekijken. Het is ook wel een enorme jacht dat. Ik zou zeggen, ik hoop dat dit hem eigenlijk is. Want als ik daar naartoe moet, moet ik door het water in. Dan heb ik totaal geen zin op het moment om weer van die pakken natte kleding te krijgen. Maar het is denk ik of deze of het is die. Maar, natuurlijk aan de andere kant ook weer toevallig dat ze natuurlijk deze boten helemaal hier aan het einde liggen. Waar ze natuurlijk op vrij makkelijk de open zee op kunnen mochten ze in één keer weg moeten. Het is ook een beetje raar natuurlijk om hier nu meteen een wapen te gaan trekken. Kijk, ja. Ik had het al over armor stands. Volgens mij moet dit het zijn. Volgens mij... Maar wat is dit dan? Dat is ook een enorme... Kan ik er eigenlijk op eigenlijk? Is het mogelijk om hier op te klimmen? Ja, dat is gewoon mogelijk. Wat is... Nou, maar dit is inderdaad ook allemaal weer te open. Dit is allemaal... Dit is niet eens ingericht. Nee, dit is het sowieso niet. Dit is misschien een van hun andere projecten. Ik weet niet. Misschien dat ze hier geld in hebben geïnvesteerd. Maar die ziet ervoor niet uit als een boot voor hun, right? Nee, dit is te min voor ze. Volgens mij moet dit gewoon de boot hier zijn. Deze boot hier. Ik bedoel... Ik moet mezelf binnen laten, om zo maar te zeggen. Voor de zekerheid, gun erbij. Het zou op zich geen enkel probleem hoeven zijn. Oké, ik kan die deur kan ik niet openen. Oké. Hallo? Is er iemand? Hallo? Ik ben Rotjoch. Hallo? Oké, we horen voor de rest nu helemaal niemand. Die kan ik ook niet openen. Oké, ze hebben inderdaad wel alles gewoon weer... Goed op slot, zoals fucking gewoonlijk bij EW. Psychologisch natuurlijk dat mensen de boel op slot hebben, maar... Kom op zeg, ze kunnen toch wel eens een keertje iets openlaten. Oké, je kan hier dus gewoon rondlopen. Wat hebben we hier? Kan het hier ook gewoon? Ja, oké. We hebben hier in ieder geval dan Oh, wait a second. Wat staat daar? Drone Mr. Chapo. Drone Mr. Chapo. Wie is Mr. Chapo? Misschien ben ik dan toch op de verkeerde boot. Wat is dit? Wait a second. Ik zie hier gewoon David zijn hoofd. En ik zie hier Rotjoch zijn hoofd. Samen op deze boot. What the fuck? Wat staat daar überhaupt? Verboden toegang voor onbevoegden. Alleen met toestemming deze ruimte betreden. En wat staat hier? Opslag verboden voor onbevoegden. Maar er zit hier wel volgens een raam waar je iets kan kijken. Wat is dat? Kan ik dit van een andere plek misschien ook nog bekijken? Wat is er? Wat de fuck is er op deze boot? Er is er in ieder geval iets wat ik wil zien. Maar hoe ga ik daar in godsnaam komen? Ik zou natuurlijk met mijn helikopter misschien daar... Kan ik met mijn helikopter daar landen? Ik zou het niet weten. Wacht, ik kan wel via hier lopen. Oké, moet ik overigens dat ik niet water in flikken. Dan heb ik echt een probleem. Oké, ja, we kunnen hier gewoon opstaan. Dit houdt het wel, oké. Wat? Ze hebben hier een walvis liggen in hun boot? Dit moet een soort van onderzeeër of iets zijn, alright? Ik bedoel, je hebt niet een walvis. Dit is een privé onderzeeër hebben waarmee ze gewoon ook nog weg kunnen of iets? Ja, het zou natuurlijk maar zo kunnen. Ik bedoel, ik sluit wat dat betreft bij hun niks uit, maar... What the fuck? Oké, in ieder geval geen Rotjoch hier aanwezig. Ik weet dus ook niet zeker of dit daadwerkelijk dus de boot is van Rotjoch. Aangezien er dus op staat, ja, meneer Chopper. Deze is gewoon open. Heb ik nou al die moeite helemaal voor niks gedaan? Dit ding gewoon open is? Wauw. Zie je wel, ik wist wel. Dat is bij elk huis en alles waar ik eigenlijk altijd wel kom. Altijd vergeet iemand wel of een deur of een raam of een trapdoor, wat dan ook. En vaak kan je gewoon overal naar binnen wat dat betreft. Maar goed, er is hier dus verder niemand aanwezig. Ik vind overigens raar dat daar dus wel, ja, David's hoofd dan en Rotjoch's hoofd staan daar in ieder geval. Voor de rest zie ik hier behoorlijk veel kleding allemaal al liggen. En dat gaat daar ook nog allemaal verder. Maar dan vraag ik me af wat er dan ook nog in die opslag ligt. Als hier allemaal al kleding zit, wat zit dan in die opslag voor kleding? En overigens, ja, ze hebben hier ook behoorlijk... Dure kleding hebben ze hier gewoon, ja, hier staan. Ik bedoel, full enchanted gold en full enchanted iron en diamond. Ik weet niet waar dat is. Ik weet ook niet of dit gejat kan worden door mensen, wat dan ook. Maar, ja, ik vind maar raar dat je dat hier hebt. Maar goed, één ding is zeker. Geen Rotjoch gevonden vandaag hier, jammer genoeg. Ik weet ook niet dus of dit daadwerkelijk zijn boot is, waar ik hem wat dat betreft kan vinden. Overigens vind ik het wel raar dat ik dus het hoofd van David op een pose zie, samen met zijn hoofd daaronder. En ik zie een of andere troon van... Mr. Chapo of iets. En I don't know. Ja, in dit geval had ik liever Dylan natuurlijk bij me gehad. Wat ik zeg, Dylan die weet toch meer hier in de city dan dat ik weet. En misschien heeft hij wel eens gehoord van meneer Chapo, Mr. Chapo. Weet ik veel wie dat überhaupt moet zijn. Of kijk, ik ben natuurlijk meer Elios Lumis, wat dan ook. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet
meerdere grote criminelen zijn, of bendes zijn, of drugskartels, of weet ik wat allemaal. Ik ben hier voor de rest niet heel veel mee opgeschoten. Ja, ik ben opgeschoten dat ik een enorme jacht heb mogen bekijken. Maar ik had natuurlijk toch liever iemand aangetroffen op die boot die mij iets informatie kon vertellen of wat dan ook. Overigens vond ik het wel raar dat daar een soort van, ja, walvis onder zee of wat dan ook was. Ik denk van, ik weet niet wat dat daar doet, maar goed. Ik ga ervan nu gewoon lekker terug naar Mytopia. En dan, ja, eigenlijk wil ik eigenlijk met David spreken. Maar hoe ga ik nu in godsnaam met David in gesprek komen? Waar heeft hij überhaupt zijn huis? Ja, aan de andere kant, ik zou natuurlijk ook Dylan voor informatie kunnen vragen over Mr. Chapel. Maar het zou natuurlijk nog beter zijn dat ik gewoon recht tot de man David zou afvragen van, luister jongen, waarom hangt je hoofd op die en die boot met Dylan's hoofd?